It's all I wanna do. Yo, ik ben Chester en welkom bij een nieuwe video hier op mijn kanaal Chester. En zoals jullie gisteren in de Supply Drop video zagen, heb ik één, maar dan ook echt één zieke camo uit mijn pakketje gekregen voor de ICR 1 of de ICR 1. Vandaag gaan we daarmee spelen natuurlijk, omdat ik best wel zin had om daar een videootje mee op te nemen natuurlijk. Omdat hij pittig, maar dan ook echt pittig mooi is, vind ik zelf. Dus dat gaan jullie dadelijk ook zien. Let op, kom op hè, daar komt hij. Hier staat de class, dit is de class die we aangemaakt hebben. Oh kut, ik heb er geen perks op gezet. Ik ben dom, dus dan moeten we maar de andere class pakken. Hier zo, met de signers erop. Zullen jullie zien, is dit de camo? Een holy shit, hij ziet er ziek uit jongens, moeten jullie even zien. Kijk eens hoe ziek die eruit ziet jongen, holy shit. Maar ja, we gaan natuurlijk even een chill, maar dan ook echt een chill potje hier met, natuurlijk mee proberen neer te zetten. Wel kut dat ik de perks vergeten ben aan te passen, want anders hadden we best wel een lekker potje kunnen gaan neerzetten. En misschien kan dat nu ook nog met de signers. Holy shit, hadden we geluk. Hier snel langs glippen. Oh, lag. Holy shit. De enemy lagt in een beetje. Maar dat gaat ons niet drukken. Wel twee kills binnen natuurlijk, maar deze camo is echt, echt ziek jongens. Ik vind het zelf ziek, ik weet niet wat jullie ervan vinden. Het is een holy shit, het is een rare item. Volgens mij was het Ledger, ik weet niet meer. Ik moet even de video terugkijken van morgen. Van gisteren bedoel ik, sorry. Maar ik vind het een pittig mooi cammetje natuurlijk. Ik heb ook nog een andere mooie Spark camo heet die. Die is ook best wel mooi hierop. En ja, dat is natuurlijk best wel mooi als je dan natuurlijk voor alle wapens zo'n camo voor krijgt. Want als je deze bijvoorbeeld op de Razorback hebt of zo, ik zeg maar wat. Daar is hij ook best wel mooi op, denk ik. Ik denk dat hij op elk wapen best wel mooi is. Ik weet dat iemand achter me zit, maar ik kill eerst even hem. Ik weet niet of hij nog achter me aankomt. Hij heeft een granaat gegooid. Zit ook aan de andere kant. Die komt hier nou heen. Let maar op, 3-2. Nee, hij heeft mij ook. Wat? Holy shit, hij heeft mij ook. Maar, ik ga natuurlijk ook volgende week of dit weekend met andere camo's spelen voor jullie. Als jullie dat leuk vinden natuurlijk. Ik denk dat dat wel mooi is. Dan kan ik even alle camo's aan jullie showen die ik heb gekregen. Ik heb één met de Man O' War. Nou, nog deze ICR 1 camo. Die Spark camo dan bedoel ik. En dan, voor mij niet nog eentje. Maar ik heb mijn Annihilator en Highlighter. Let's go. Die mogen we natuurlijk ook gewoon nu gebruiken. Waarom niet? Oh, hij stond twee man op de brug. Die had ik even niet gezien. Maar we gaan op dit moment best wel lekker. Gewoon decent. Ik vind zelf de ICR 1 ook wel een chill wapen. Ik weet niet wat jullie ervan vinden. Je moet het een beetje vergelijken met de... Oh, ik was... Ik wou even wegkomen daar. Maar je moet het vergelijken met de M27 van Black Ops 2. Want dan zie je maar aan hoe die reload en zo. Kijk maar, want hij gooit je magazijn er zo uit. Dat gebeurt natuurlijk ook in Black Ops 2. Dus dat is best wel mooi. Alle wapens zijn ongeveer een beetje een remake van Black Ops 2. Want de M8A7 is natuurlijk gewoon de M8A1. De Razorback weet ik er even niet. 1, 2, 3. Ik denk dat het een MSMC moet zijn of zo. Ik dacht dat ik daar iemand zag. De Weevil is de PDW. De VMP is denk ik de Scorpion geworden. Zo hebben ze denk ik een beetje de wapens gemaakt. Wat best wel leuk is gewoon. Want ja, ik vind het gewoon best wel leuk om gewoon met elk wapen te spelen in deze Call of Duty. Waarom? Omdat je ook gewoon... Maakt niet uit met welk wapen je speelt. Je kan van alles doen in het spel. En dat is het leuke. Oh, en ik ging hier dood door bullshit. Jammer, jammer, jammer. Want daardoor is deze ICR natuurlijk niet heel erg sterk. Omdat simpelweg gewoon... ja, de damage niet heel erg hoog ligt, laat me zeggen. Dus dat kan gebeuren. Dat kan altijd gebeuren. Hier binnen, ja. Let's go, ik heb weer een nieuwe Annihilator. 1. Oh my god! Ik had echt niet door dat hij mij zou zien. Echt niet. Ik dacht, hij loopt gewoon door. Ik zag hem wel natuurlijk, maar... Jammer, jammer, jammer. Oké, one shot. Maar hij gaat ook best nog wat chill met de Shiders op, vind ik. Die is, wist ik niet. Deze class had ik net even snel aangemaakt. Toen dacht ik, nou, laat ik er even mee... Wauw, man.
Toen dacht ik, laat ik er even mee gaan opnemen. Dus ik heb die camo eruit gehaald. Ik denk, wil ik jullie wel even laten zien hoe die eruit ziet. Maar toen was ik dus vergeten de perks aan te zetten. Lekker slim, lekker slim. Maar ja, we hebben nou gewoon deze klein natuurlijk met perks. Alleen zit daar... Oh, hij heeft die specialist, holy shit. Er zit hier een silence op, maar ik merk niet echt een minpunt of iets. Waardoor ik zou zeggen, nou, gebruik geen silence erop. Er ligt hier een granaat naast me. Oké, laat hem maar naar binnen komen. Ja, stun maar. Zo. Viezerik ben jij. Jij bent echt een viezerik. Holy shit, wat ben jij een viezerik, jongen. Hij zag mij dus daar zitten, denk ik. En hij is gewoon daar naar binnen geglijd. Om dan mij op te wachten. Zo, cheeky aim there. Kom je nog piek of niet? Nee, hij piek niet. Denk ik. Oh. Waar zit jij te campen? Ah, hij is dood. Hij is dood. We hebben bijna gewonnen, jongens. Kom op. In mijn... Huh? Ik wou zeggen in mijn rug, maar dat was dus niet zo. HVK 30. Oké, GG. Ik zag hem niet. Ik zag hem niet. We staan 26 om 7. Echt best wel lekker gewoon. Gewoon decent voor een TDM potje, vind ik. Oh, let's go. Laat ik even deze kant op. Ik ga nou even niet mijn annihilator inzetten, maar dat doe ik wel wel. Als ze hier staan, kan ik misschien even een dikke feed oppakken. UAV inbound. Bukken. In mijn rug. Wauw, ik wou nog schieten, hè. Ik wou nog schieten, alleen toen was ik al te laat, laat maar zeggen. Maar ja, span allemaal daar. Wordt gestunt. Ja, fijn is dat, man, als je gestunt wordt. Fucking hell. Mensen gebruiken het spel, de stunts nog steeds na een week dat de game uit is. Nou, GG. Oh, mooie dubbelkill daar. Ik dacht dat het één kill was. Let's go. Oh, kom op, nog twee kills en hebben we dit gewonnen, jongens. Hebben we 30 plus? Ja, we hebben nou, geen 30 plus, we hebben gewoon 30 kills. Vind ik helemaal prima, een 3kd voor dit TDM potje. Ah, let's go. Een 3kd, zoals ik al zei. 13 is ons eindscore. Dit is dus een camo. Hij is echt super mooi. Dus als jij hem ook wil, gewoon supply drops blijven open natuurlijk. Dan krijg je hem er vanzelf wel uit. Maar jongens, mocht je nou genoten hebben van deze video, laat even je blauw duimpje omhoog achter natuurlijk. Helpt mij enorm. En dan hoop ik jullie ook te zien bij de video die morgen online komt natuurlijk. En de andere video's die nog online komen. Dus super bedankt voor het kijken in deze video. En zoals ik altijd zeg, bedankt voor het kijken. En tot de volgende keer, mensen. Laters.